Het tussentijds onderhoud, hier en daar is er al een kapje in de snede, dus deze gaan we terug wat aanscherpen. Worksharp korrel 120. Dus de hoek kunnen we hier bepalen van 20 naar 25 tot 30. Hoe stomper, hoe moeilijker dat je de zo kan bekappen. Dus we gaan hem toch ietsje scherper en de ideale hoek zit tussen de 20 en de 25. Ik heb hem graag op 20. Gaan we slepen op die manier. Dat is het steunwieltje, het geledingswieltje. Kunnen we zo gaan. 5 keer langs hier, 5 keer op de andere kant. Dus dat we een mooie gelijke aanzet houden. Dus dat we echt een mooie V hebben. Niet het principe van een houtbeitel. Als we met een houtbeitel gaan werken, gaat het kapmes aan de ene kant in de voet gaan. En als we dan zo gaan, gaat hij er niet in grijpen. Dus op die manier proberen we een mooie V, een mooie symmetrische aanzet te houden. Dus 5 keer links, 5 keer rechts. Als hij blijft haken op je nagel, dan is hij scherp. Het putje is eruit. Dus hebben we een mooie nieuwe snede om het volgende paard goed te gaan bekappen. Enkel nog ontbramen. En dit doen we dan terug op het vild vliegwieletje. Of op een X22 moeten we veranderen van bandje.